Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, heeft gistermiddag de busterminal aan de Dr. Sofie Redmondstraat opgeleverd. Dit gebeurde in het kader van het project herinrichting van de middenberm van de Dr. Sofie Redmondstraat. De busterminal is opgezet voor de lijnbussector en hierna zullen er nog twee busterminals komen. Melvin Bouva, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, haalt aan dat de inspanningen van dit project zullen resulteren in ordening van de lijnbussector in Paramaribo Centrum. Ook zal dit volgens hem bijdragen aan een veiligere situatie voor passagiers. Bouva vroeg de regering ook om te blijven investeren in de toegankelijkheid en ordening van de stad. Als volksvertegenwoordiger zal ik u bemoedigen om door te investeren. Om die middelen van de samenleving in dit soort duurzame projecten te blijven investeren, regering en minister. Omdat dit is wat we nodig hebben om ervoor te zorgen dat we tot verdere ontwikkeling komen. Ik denk dat we de hoogste prioriteit zullen moeten geven aan de ordening en de verdere professionalisering van de sector. Ik denk dat meer dan de helft van het publiek met de bus beweegt van links naar rechts. Dus het is een hele belangrijke sector, maar tegelijk om loeken de trasectoren ook toe. Ook straks, wanneer we gaan van de eerste, tweede en derde terminal in dit eerste project, dan gaan we terecht DC naar de volgende terminal. Maar we moeten ook verdere ordening brengen, de taximan en de andere sectoren in de binnenstad voornamelijk. Ze allemaal onderkomen van hoe dat we ook naar die groepen kijken. Het gaat niet in één keer. Maar deze stappen zijn belangrijke stappen in een goede richting. Minister Vijay Chotkan van OWTNC zei dat de regering niet alleen kan werken aan de ordening van de lijnbussector. Hij benadrukt dat de bijdrage van alle belanghebbenden in deze sector nodig is. Ordening betekent regels. En ik denk dat alle sprekers dat hebben gezegd. Wat ik alleen wil doen is dat benadrukken, dat onderstrepen, dat we dat niet alleen gaan kunnen doen. Deze terminals zijn gebouwd door goede afstemming, door met elkaar samen te werken, door dialoog te voeren, door die innovatie die we allemaal willen dat door te voeren. En dan was er nog een tijd om te horen dat na samenwerking, samus abi, lek ministerie en jullie, lek belanghebbende, lek stakeholder voor een sector. Omdat uiteindelijk termina nga yu, u kan zdong, u kan takang nga makandra, da kawande kande op tien kese kese mag de. Maar uiteindelijk, at the end of the day, moeten we iets goeds eruit kunnen halen. Want een passagier, die is afhankelijk van ons, van u en van het ministerie, om dit alles te mogen meemaken. Minister Vijay Chotkan van OWTNC gisteren bij de oplevering van de busterminal aan de Dr. Sofie Redmondstraat. De minister hoopt dat de bussector goed gebruik zal maken van deze busterminal.